Goedenavond, hier is Marcel Positivo. Het is laat in de avond, zaterdagavond. Even mijn sigaartje, en zo je ziet het. Even mijn twee hondjes uitlaten. Ik heb de wedstrijd niet gezien vanavond. Ik had wel eigenlijk wat andere dingen te doen. Maar Willem 2, PSV. Ik had het eigenlijk min of meer op al voorspeld. 0. 0. En de zoveelste gelijkspel van PSV. Lamlendig. Niet vooruit te branden. En PSV is volgens mij in dit seizoen helemaal de weg kwijt. Ze kunnen moeilijk scoren. Veel gelijke spelen. En laat staan dat ze een doelpunt kunnen maken vanaf de penaltystip. Dat wordt ook al heel erg lastig dit seizoen. Nou, dat is als Ajax ziet natuurlijk alleen maar toe te juichen. Het is alleen maar goed. Want inmiddels gaat het zeker niet goed met PSV. En ik wil niet zeggen des te beter met Ajax. Maar Ajax is wel op de goede weg. We staan nog maar 2 punten achter op Feyenoord. Mijn voorspelling voor morgen Ajax tegen NEC moet volgens mij geen probleem zijn. En dat wordt uiteindelijk gewoon 3 tegen 0 tegen NEC Nijmegen. En dan hebben we nog Feyenoord tegen PEC Zwolle. Nou, die gaat Feyenoord natuurlijk ook wel winnen. Dat ben ik heilig van overtuigd. Dus Feyenoord gaat winnen van PEC Zwolle met 2-0. Ajax tegen NEC, dat wordt 3-0. En ja, vanavond dus gespeeld. Ik heb het niet gezien. Willem 2, PSV 0-0. Tot de volgende keer met de volgende wedstrijden die ik met jullie doorneem. Voorbeschouwing, nabeschouwingen en mijn voorspellingen. Blijf me volgen. En wie weet komen er leuke verrassingen uit. Maar zo positief ook. Tot de volgende keer.